Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Het is wisselend bewolkt boven Nederland en vanuit het noorden nadert uiteindelijk een zwak front... Waarmee we, ...waarmee we dan met name vanavond en morgen te maken gaan krijgen. Tot die tijd blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog... ...en loopt de temperatuur vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 20 graden aan zee... ...tot plaatselijk nog 26 of 27 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij waait wel een stevige westenwind, matig boven land, windkracht 4... En soms matig, vrij krachtig of eventjes krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6. Vanavond kan er dus in het noorden wat regen vallen. In het zuiden zijn er brede opklaringen en de temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar zo'n 14 graden. Morgen trekt dan een gebiedje met lichte regen en motregen van noord naar zuid over het land. Eerst schijnt in het zuiden de zon, uiteindelijk valt er in het zuiden motregen en tegelijkertijd wordt het in het noorden dan weer droog, met in het noorden ook af en toe weer zonnige perioden. Het wordt 20 tot 24 graden. Zondag lijkt dan op de meeste plaatsen droog te blijven, al start het oosten en zuidoosten misschien met een beetje regen. Maar maandag en dinsdag, dan neemt de wisselvalligheid toe, met met name op dinsdag toch perioden met regen en temperaturen die amper over de 20 graden komen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.